Jilly van ijssalon Het Perronnetje staat rustig spullen uit te laden. En dan merkt ze opeens dat ze van achteren bekogeld wordt met mandarijnen. Ik ben naast toe gelopen en ik heb gezegd, jongens, wat maken jullie me nou? Ik zeg, zitten jullie nou met voorwerpen te gooien? Ja, wat moet je? Kankerzwarte. Hoe, nou ja, dat soort, ja, ik ga het allemaal niet herhalen, want het is echt te erg voor woorden. Ja, die kerel van jou zou wel een Jood zijn. Ja, dat soort opmerkingen krijg ik dan naar mijn hoofd geslingerd. En ontaarde de situatie in een duw- en trekpartij. Het is namelijk de zoveelste keer dat de IJsselon het doelwit is van vernielingen. Zo vond Gilly al een keer een met poep besmeurde Surinaamse vlag voor de deur, worden haar bankjes vernield en is kort geleden een ruit ingegooid. Je bent gewoon kapot, ik ben gewoon kwaad. Ik ben echt ontzettend kwaad en die onmacht, frustratie wat je voelt, je voelt je gewoon in de steek gelaten. Maar blijkbaar moet je wel voor eigen rechten gaan spelen, wat ik liever niet wil. Maar ik zal alles wat me dierbaar is verdedigen. Deze jongeren zorgen al veel langer voor problemen in de wijk. Op het Ooievaarplein en het J.P. Thijssenplein zijn meerdere ruiten vernield. De jongeren verplaatsen zich continu en de wijk is doodsbang. Mensen zitten aan de overkant, kijken door de ramen, durven niet naar buiten te komen omdat ze bang zijn dat ze zelf een steen door de ruiten krijgen. Als er nu niks gebeurt, gaat het uit de hand lopen. En dan heb je, voordat je het weet, heb je hier een soort van straatoorlog. Want dan komen er hier mensen die zich niet kunnen inhouden. Zij gaan er vriendjes bij halen die uit zijn op een relletje. En daarom moet er na al die jaren echt wat gaan gebeuren. Vandaag is Gilly weer aan het werk en kwamen onder andere de politie en de burgemeester langs om te praten over de problemen. Ik wil dat ze zich gedragen en dat ze niet de mensen intimideren, dat er geen ruiten worden ingegooid. Dat elkaar pesten over en weer, dat moet ophouden. Ik zal verdedigen ten alle tijden. Als de gemeente en de politie dat niet kunnen doen, dan zal ik voor eigen rechten moeten spelen. Dat wil ik liever niet.